alleen vreugde om terug te kijken. Want het is soms een echte nachtprocessie, zoiets. Hè? Twee stappen vooruit, weer één naar achter. Je krijgt weer een tegenslag, weer meer informatie, nog meer informatie. En dan nog de complexiteit die uiteindelijk ook nog een rol speelde. Om het niet alleen met twee partners in Nederland te doen, maar dat we Rempel ook nog met zes anderen uit zes andere landen doen. Dus dan heb je zeven Europese landen die met elkaar zoiets van de grond tillen om uiteindelijk het predicaat, hoop je dan maar, UNESCO werelderfgoed, immaterieel werelderfgoed voor de mensheid te krijgen. Het is vandaag een hele bijzondere dag. Niet alleen voor alle mensen die dit mogelijk gemaakt hebben, dat de wijde landbevloeiing erkend is als immaterieel werelderfgoed, alle vrijwilligers, iedereen die hierbij betrokken is, maar ook voor de nationale, de Nederlandse UNESCO-commissie is het een bijzondere dag. Want wij zijn ook trots op deze traditionele manier van omgaan met de natuur, met het wijde land. Het is ook een prachtig voorbeeld van hoe zeven landen kunnen samenwerken om tot een voorbeeld voor de rest van de wereld te komen. En dat is precies waar wij als UNESCO voor staan. Het samenwerken, het stellen van voorbeelden, het behouden van immaterieel erfgoed, wat we ook graag aan volgende generaties willen doorgeven. Het is dus ook daarom voor ons een hele speciale feestdag vandaag. De overhandiging van de UNESCO-vlag en het welkom heten in de Nederlandse UNESCO-familie. En heet ik u welkom in de UNESCO-Nederlandse familie. Alsjeblieft. Ja, waarom is dit zo bijzonder? UNESCO immaterieel erfgoed, dus dan gaat het eigenlijk om hoe bevloei je nou eigenlijk? Hoe deed men dat vroeger? Hoe leer je dat weer? En hoe kun je dat de toekomst indragen? Dat is heel belangrijk. En zeker met de klimaatopgave van nu is dit toch wel een interessant systeem. Voordat dat relief ook weer afstroomt, dan laat je weer doorstromen en zo kun je eigenlijk met het relief van het landschap, wat je hier nauwelijks ziet, want dit is eigenlijk een ideaal vlakke hei of wei, maar zo kun je dus met zo'n kroef kun je sturen, met zo'n handstuwtje. Onze ervaring is ook, en dat hopen we een beetje te kunnen bewijzen, dat je via bevloeien ook relatief snel naar dat bloemrijk grasland kan, zelfs op vrij overbemeste weides. Je ziet nu ook veel omvorming naar natuur waarbij de toplaag wordt afgegraven. En eigenlijk is dat best jammer van het landschap ook en het materiaal waar zoveel honderden jaren aan gewerkt is om zo'n mooie toplaag te krijgen. En met bevloeien heb je een veel minder destructieve methode. Ik wou mevrouw Verrier uitnodigen om samen het wordt wel in de boeken een sluis, een pomp, maar het is in laten we zeggen prozaïsche termen. Het resultaat. Je kunt het ook horen. Wauw. En als je goed luistert hoor je belletjes en in Duitsland heette dat Rieselwiesen. En dat komt van die belletjes die de grond in, of de lucht. En wat gebeurt er nu met zo'n vruchtbare bodem die je eigenlijk weer snel terug kan brengen in zijn vitaliteit, is dat je dan minder broeikasgassen uitstoot die je in zwaar bemeste graslanden hebt. En dan praat je bijvoorbeeld over methaan, dat is 25 keer zwaarder dan CO2. Maar lachgas, dat krijg je namelijk ook door verdichte bodems en het ontbreken van bodemleven, dat is meer dan 300 keer zwaarder dan CO2. Dus je krijgt met het dynamiseren van je bodem,
krijg je eigenlijk de vitaliteit van vroeger terug. En heel veel variëteit, ook biodiversiteit aan de oppervlakte. Dus de grasmat wordt veel diverser. En trekt weer andere insecten aan, weer meer vogels. En zo breng je langzaam weer een systeem terug. Dat hoop je dan, hè, want dat gaat ook stapsgewijs. Maar langzamerhand herstel je weer wat vroeger zo'n robuust systeem was en wat nu verzwakt is geraakt. Kunstmest en drijfmest, die combinatie. Nou snap ik wel dat boeren dat nodig hebben om natuurlijk gras te produceren en veel eiwit. Maar het gaat er ook om een juiste verhouding te vinden. En dit is dan wel zwaar, dit zijn wel natuurgraslanden. Maar ook op reguliere graslanden is dit toepasbaar. En dan merk je dat je minder achteruitgang hebt van je bodemleven dan als je niet bevloeit.